In het komende kwartier verandert uw leven misschien voorgoed. Want u gaat leren dat de mode-industrie na de olie-industrie de tweede meest vervuilende ter wereld is en wat u daar zelf aan zou kunnen doen. U leert ook waarom het interessanter is om licht te kopen in plaats van lampen en wat dat te maken heeft met donuts. Mag je binnenkort geen eigen kleren meer hebben? Vanuit Versus in Hasselt, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Hoeveel jeansbroeken koopt u zoal op een jaar tijd? Een stuk of 3, 4, 5 misschien? Wel, waarom koopt u eigenlijk zoveel jeansbroeken? Want die verslijten toch niet zo snel? Heeft u er eigenlijk al eens bij stilgestaan welke afstand die jeansbroeken afleggen eer die bij ons in de winkel komen? U weet misschien wel dat jeansbroeken van katoen gemaakt zijn, maar u weet misschien niet hoeveel water er eigenlijk nodig is om die katoenplanten te doen groeien. En die jeansbroek wordt natuurlijk niet van zichzelf blauw. Die moet geverfd worden en dat brengt heel wat watervervuiling met zich mee. En dan heb ik het nog niet gehad over de sociale aspecten, over de werkomstandigheden van doorgaans erg jonge naaisters in lage loonlanden. Ik zie dat sommige mensen al een beetje ongemakkelijk worden. Ik ga hier stoppen, want straks doet je allemaal je jeansbroek uit en dat is niet de bedoeling. Ja. Nu, de mode-industrie is volgens heel wat wetenschappers de tweede meest vervuilende industrie ter wereld na de olie-industrie. En eigenlijk geldt dat voor quasi alle producten. Ik heb het nu wel over de mode gehad, maar voor alle producten geldt dat die een milieu-impact hebben waar we vaak niet bij stilstaan. En je kan dat zelfs doortrekken naar de gehele economie. De meeste economen zeggen dat die economie moet groeien om onze pensioenen en de gezondheidszorg te kunnen blijven betalen. Maar is dat wel zo? Ik als milieueconoom, ik vraag mij immers af of dat wel haalbaar is, want economische groei betekent dat we ook steeds meer en meer moeten produceren. En wij brengen dus de impact van ons economisch systeem op het milieu in kaart met allerlei modellen en proberen daar dan oplossingen voor te bedenken. Zo'n model werd onder andere ontwikkeld door Johan Rockström en die bedacht het concept van de planetaire grenzen. Dat zijn grenzen die je niet mag overschrijden om te kunnen blijven gebruikmaken van de hulpstoffen in onze aarde, zodat wij nog kunnen blijven overleven. Nu, in deze cirkelvormige figuur zie je dat we op dit moment met ons economisch systeem al 4 van die 9 planetaire grenzen overschreden hebben. Nu, als u aan het milieu denkt, denkt u vaak automatisch aan het klimaat en klimaatverandering. En dat kleurt inderdaad in het rood. Nu, milieu is meer dan het klimaat alleen, want in deze figuur kan je zien dat er ook nog 3 andere milieuproblemen zijn. En die zijn zelfs iets belangrijker, want dat rode vakje is zelfs groter dan het rode vakje van klimaatverandering. Niet alleen het klimaat verandert immers, ook ons landgebruik verandert. En hoe komt dat? Wel, natuurgebied moet heel vaak wijken voor economisch waardevolle gewassen. Denk maar aan de kap van het regenwoud. En we willen graag zoveel mogelijk van die gewassen hebben en daarvoor gaan we heel vaak kunstmeststoffen gebruiken. Die kunstmeststoffen bevatten dan weer veel stikstof en fosfor. En als we te veel stikstof en fosfor toevoegen aan de grond, dan sijpelt dat allemaal door naar het grondwater. Ja, en dat is niet goed voor het onderwaterleven. Niet alleen het leven onder water neemt af, ook het leven boven het water neemt af. En we zeggen dan wel eens dat de biodiversiteit afneemt. Nu, we hebben als wetenschappers nog niet alle gevolgen daarvan in kaart gebracht, maar we gaan eens even nadenken. Stel dat er morgen geen bijen meer zijn. Wel, dan hebben we geen honing meer en misschien vindt u dat helemaal niet zo erg omdat u eigenlijk geen honing lust. Maar diezelfde bijen die zorgen er wel voor dat ze landbouwgewassen bestuiven die wij nodig hebben om eten te hebben. Nu, ons huidig systeem overschrijdt dus 4 van die planetaire grenzen. Kate Raworth noemt die planetaire grenzen het ecologische plafond. En zij voegt eigenlijk aan die eerste cirkel nog een tweede cirkel toe. En ze stelt de economie voor als een dubbele cirkel of donut. Die tweede cirkel die staat voor het sociale fundament. En ze zegt eigenlijk wel, wij overschrijden niet alleen een ecologisch plafond,
Op het vlak van een sociaal fundament schiet onze economie heel erg tekort. En dan hebben we het over gendergelijkheid, we hebben het over toegang tot onderwijs, energie, maar ook over toegang tot een goede job en inkomen. Wist u bijvoorbeeld dat de 22 rijkste mannen op aarde evenveel bezitten dan alle Afrikaanse vrouwen samen? Of wist u dat meer dan de helft van de wereldbevolking moet toekomen met minder dan 145 euro per maand? Ja, ook in Afrika is dat eigenlijk veel te weinig geld. Nu, ik heb het eigenlijk de hele tijd over problemen gehad. Het wordt hoog tijd dat we naar de oplossingen overschakelen. Kate Raworth stelt als oplossing namelijk voor: we moeten ervoor zorgen dat we binnen die twee cirkels blijven, zodat we die rode vlakjes niet meer hebben. En zij zegt: we moeten dus eigenlijk evolueren naar een donut-economie. En die donut-economie heeft twee eigenschappen. Die is ten eerste distributief en ten tweede regeneratief. Wat betekenen nu die twee woorden? Distributief wil zeggen dat alle rijkdom veel beter verdeeld is onder de mensen. En regeneratief wil zeggen dat de aarde de tijd krijgt om de grondstoffen die we op een jaar tijd onttrekken van de aarde, dat die op een jaar tijd ook terug kunnen groeien. Aan ons huidig productieritme bijvoorbeeld gaan we tegen 2030 geen lood, zink, zilver of goud meer hebben. Dus in de ideale wereld zijn er geen uitschieters. De rijkdom is gelijk verdeeld en onze aarde die blijft gezond. Maar hoe kunnen we nu naar zo'n donut-economie evolueren? Wel, de circulaire economie is een mogelijke oplossing. Ons huidig productiesysteem is immers degeneratief en nog niet regeneratief. We zitten op dit moment in een zogenaamde lineaire economie, waar we grondstoffen onttrekken aan de aarde, bijvoorbeeld ijzererts, om er dan materiaal mee te maken in de vorm van stalen platen. Daar maken we dan auto's mee en die worden verkocht aan de consument. En als we die auto's niet meer nodig hebben, belanden ze op de afvalberg. Een stap in die richting van die donut-economie is dus die circulaire economie als alternatief voor die lineaire economie. Wat betekent dat? We gaan die afvalstoffen gaan gebruiken ter vervanging van de grondstoffen, zodanig dat we minder grondstoffen moeten ontginnen. En we hebben daar als mens heel veel technologische oplossingen voor bedacht. En eigenlijk kan je dat allemaal samenvatten met een aantal werkwoorden die beginnen met de letter R. Nu kan een bedrijf zo wel overleven. Ik ga u een aantal voorbeelden geven van die werkwoorden met een R, waarbij we ook telkens een bedrijf laten zien. Laten we beginnen met reduce. Meubels die worden gemaakt van bomen. We kappen die bomen, we maken daar planken van, maar er schiet altijd wel stukjes hout over waar we niks mee doen en die we dan vervolgens gaan opstoken. Wel, stel u nu voor dat we al dat hout kunnen vermalen tot kleine stukjes, zodanig dat ze door een printer zouden kunnen gaan. Dan kunnen we diezelfde meubelen gaan maken met veel minder bomen. Dus op die manier verminderen we het aantal grondstoffen dat we nodig hebben, reduce. Wel, het Vlaamse bedrijf Colossos heeft zo'n 3D-printer ontwikkeld om dat mogelijk te maken. Een ander voorbeeld is reuse. Misschien bent u wel op zoek naar een uniek meubelstuk dat niemand anders heeft. Wel, het Nederlandse designersduo Anton en Dennis Theo van Design Studio Plank die hebben barkrukjes ontwikkeld die gemaakt zijn van oude jeansbroeken. De zitting is dus gewoon gemaakt van oude jeansbroeken. En die jeansbroeken worden dus herbruikt, weliswaar in een ander product, maar het is een voorbeeld van reuse, waar een bedrijf van kan overleven. En wie van ons heeft er nog geen nieuwe smartphone gekocht omdat het scherm kapot was? Wel, de Fairphone is een gsm die we zelf uit elkaar kunnen halen en die we zelf kunnen herstellen. Repair. En dan is er ook nog, om in diezelfde sfeer te blijven, al die gsm's en de laptops die in onze huizen rondslingeren omdat de batterij het niet meer doet. Waarom laten we die in onze schuif liggen thuis? We kunnen die beter naar het containerpark brengen. Want het Belgische bedrijf Umicore gaat die gsm's ontmantelen, gaat de metalen eruit halen, opnieuw smelten, zodanig dat ze opnieuw gerecycleerd kunnen worden, recycle om nieuwe computers mee te maken. Eigenlijk komt het er dus op neer dat we al onze producten op een nieuwe manier gaan ontwerpen,
zodanig dat we ze makkelijk uit elkaar kunnen halen. En de materialen die zijn dan best gemaakt, of alle onderdelen zijn dan best gemaakt van één materiaal. We kunnen dat dan ook soms samenvatten als rethink of redesign. De Limburgse bedden- en matrassenfabrikant Veldeman heeft daar vorig jaar een design award mee gewonnen met een ontwerp voor een circulair bed. Nu, naast die technologische oplossingen van de mens zijn er ook heel wat natuurlijke processen die we kunnen inzetten. In Brussel is er immers het bedrijf Permafungi en die verzamelen al het koffiedik van de Brusselse koffiebars om er oesterzwammen mee te telen. Smaakt heel lekker bij een biefstuk of een slaatje. Nu, al die technologische oplossingen die zijn wel goed en wel, maar we moeten ook anders gaan leren denken. Onze huidige cultuur is die van economische groei. We moeten altijd maar meer hebben en alles moet vooruit en omhoog. Er is dus een echte mentaliteitsshift nodig. Want mensen denken vaak dat duurzaamheid per definitie ook duur is. Maar ik heb daarnet, denk ik, al genoeg voorbeelden gegeven dat we ook wel heel wat kunnen besparen. Nu, de bedrijven die stellen zich ook stilletjes aan open voor nieuwe businessmodellen. In plaats van producten te gaan verkopen, gaan die bedrijven die producten aanbieden als een dienst in een zogenaamd product-dienst-systeem. Dat betekent als klant wel dat je het eigenaarschap moet afgeven, dat de producent dus eigenaar blijft van het product en dat dan vervolgens verhuurt in plaats van verkoopt. Dat klinkt misschien allemaal moeilijk, maar ik ga er een voorbeeld van geven. Op de luchthaven van Schiphol is er een uniek samenwerkingsverband ontstaan met Philips. Vroeger verkocht Philips lampen aan de luchthaven. En toen kon Philips alleen maar meer geld verdienen als die lampen heel snel kapot gingen, zodanig dat de luchthaven ook heel veel lampen moest kopen. Vandaag de dag verkoopt Philips licht. En moet Philips ervoor zorgen dat het licht op de luchthaven altijd brandt. En nu is het natuurlijk van belang, nu dat die verlichting eigendom is van Philips, dat die lampen zo lang mogelijk meegaan. Nu, wat kunnen wij daar als individuele consument aan doen? Ik heb daarnet gezegd dat eigenaarschap opgeven dus eigenlijk niet noodzakelijk slecht is voor onze portemonnee. Wel, waarom huren we eens geen jeansbroek in plaats van er eens te kopen? Het bedrijfje Mud Jeans verhuurt jeansbroeken die gemaakt zijn van 40% gerecycleerd materiaal. Voor alle duidelijkheid zijn nieuwe jeansbroeken geen tweedehandse jeansbroeken. Voor 7,5 euro per maand kan je gewoon na een jaar je oude jeansbroek inruilen voor een nieuwe en zeg nu zelf, voor 7,5 euro per maand of 90 euro per jaar, ik denk dat een nieuwe jeans van een bekend merk duurder is dan dat. Dus mogen we straks geen eigen kleren meer hebben? Wel, naast een heel aantal milieuvoordelen besparen we dus heel wat geld op grondstoffen en kunnen we zo ook landbouwers een faire prijs betalen voor katoen. Er zijn dus ook heel wat sociale voordelen. In een donut-economie gaan we dus veel bewuster moeten gaan consumeren en produceren om binnen de grenzen te blijven van wat de aarde en de mens aan kan. En zo is het misschien niet meer per se noodzakelijk dat onze economie altijd blijft groeien.